Op donderdag 16 oktober installeerde lokale burgemeester Laurens Verspuij samen met de griffier van de kinderraad Yvonne Sonstolk de kinderraad in de raadzaal van het stadhuis. De kinderraad is bedoeld om jongeren in een vroeg stadium te interesseren voor politiek en hen beter bij de politiek te betrekken. Dus het is heel belangrijk dat je met de klas ook bespreekt welke onderwerpen jullie dit jaar op de agenda zouden willen hebben om met elkaar over te spreken. En het is de bedoeling dat je dan twee onderwerpen met je klas kiest, dat je meeneemt naar de kinderraad. Dus ieder van jullie twee onderwerpen waar we over kunnen gaan kijken of het iets is wat we op de agenda gaan zetten. En als we daar een meerderheid voor hebben, dan gaan we die onderwerpen met elkaar bespreken. Dit schooljaar deden 14 Tielse basisscholen mee aan de verkiezingen. Dat zijn er 2 meer dan vorig jaar. De kinderraad kan advies geven aan de gemeenteraad over zaken die jongeren aangaan. Of plannen bedenken die voor jongeren van belang zijn. De kinderraad is ontstaan op initiatief van scholen, scholieren en enkele Tielse raadsleden. En draait nu 4 jaar succesvol.